Ja, veel ondernemers kregen gisteren dus die zure boodschappen te horen. Eigenlijk was het vrij simpel. Als je geen levensmiddelen verkoopt, ja, dan is de kans toch echt wel heel groot dat je dicht moet. MKB Nederland die noemt dit een hard gelag voor het midden- en kleinbedrijf. En ik heb op dit moment verbinding met Jacco Vonhoff, de voorzitter van die club. Goedemorgen, meneer Vonhoff. Ja, hoe zwaar is deze nieuwe klap voor het midden- en kleinbedrijf? Ja, ik hoorde net burgemeester Heerts het een mokerslag noemen. Wij zijn heel bang dat het voor veel ondernemers een nekslag wordt. Dus het is een hele harde klap. Wat bedoelt u daarmee met die nekslag? Nou ja, veel ondernemers hebben dit jaar gewoon een heel lastig jaar gehad. En nogmaals, niet allemaal. Er zijn ook sectoren waar het prima ging. Maar met name in de reeds bekende horeca, maar ook de detailhandel heeft best een ongelooflijk moeilijk jaar gehad. En maakt in die laatste weken voor oud en nieuw ongeveer 10% van zijn jaaromzet. En de spullen die dan nog worden verkocht zijn eigenlijk zeg maar, de cash die ze nodig hebben om hun collectie voor het voorjaar weer te betalen. Want die hebben ze natuurlijk al wel ingekocht. Ja, en dat loopt nu allemaal vast. En dan vraag ik me af hoe zo'n ondernemer zeg maar, op het moment dat hij de winkel dicht doet over zijn toekomst denkt. Ja, nou weten we dat minister Hoekstra in ieder geval heeft gezegd, nou wees niet bang, we gaan de steunpakketten nu niet versoberen, daar is het niet het moment voor. Ja, is dat dan een doekje voor het bloeden of zet dat ook echt al zoden aan de dijk? Nee, we hebben in Nederland echt een goed steunpakket, een generiek pakket voor veel ondernemers in verschillende sectoren die het moeilijk hebben. Maar zoals altijd zit er in specifieke sectoren specifieke problemen. Op dit moment met name in de detailhandel gaat het om de snelheid waarmee mensen hun geld krijgen. Want ze moeten van de een op de andere dag de deur dicht doen. Hebben nog helemaal geen steun aangevraagd. Kunnen dat gelukkig nu wel langer doen. Hè? De loketten, met name het loket voor de loonsteun, voor de NOW, blijft open tot 27 december. Was eigenlijk gisteren gesloten. Maar ja, dat geld moet ook snel komen. Want zoals ik al zei, als je aan het einde van een periode, in dit geval een kwartaal, de balans opmaakt, dan heb je die cash gewoon keihard nodig om je kosten te betalen en je bestellingen in vooruit te betalen. Dus ik roep het kabinet vooral op om snel te betalen, ruimhartig te zijn. Nou ja, mogen logisch zijn. U bent de voorzitter van de MKB Nederland. Hoe gaat u nu de kerst in? Ja, weet je, ik ben nu als het ware al aan het doen wat we straks waarschijnlijk met z'n allen doen. Het is veel thuis. Maar tussen hoop en vrees. We zijn gelukkig een ondernemersland met hele goede, weerbare ondernemers. Maar ik heb die kerstdagen wel even nodig om dat vertrouwen ook weer terug te vinden, zeg maar. Dank voor de toelichting, Jacco Vonhoff van MKB Nederland en succes ermee. Hoe zit het eigenlijk in Apeldoorn? Zijn er veel extra bedrijven die dus nu alsnog van die steunpakketten gebruik moeten maken? Ja, dat denk ik wel, want een aantal die hadden tot op heden nog omzet en hebben dat vanaf vandaag niet meer. Ik denk wat meneer Vonhoff zegt, dat dat ook waar is. Dat een aantal bedrijven denken, ja, hoe nu verder? Nou, daarom openen wij in ieder geval ook zo snel mogelijk extra hulpverlening voor ondernemers die dreigen failliet te gaan. Ook om te voorkomen dat ze in de schuld, verder in de schulden komen. Dat proberen we natuurlijk met het Rijkspakket. Provinciale ondersteuning, die hebben we ook in Gelderland. En lokale ondersteuning vanuit de gemeente. Proberen we dat zo snel mogelijk natuurlijk op orde te brengen. Ja, ik begrijp dat gevoel wel. En wat meneer Vonhoff uitstraalt is natuurlijk ook een bepaalde somberheid en soberheid. Die begrijp ik. En toch zullen we er met elkaar doorheen moeten. Om te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers nog die laatste euro's verdienen via online. Maar ook om wel als overheid te zorgen dat we achter ze gaan staan en naast ze gaan staan en ze te ondersteunen. Wat meneer Vonhoff hier zegt, de overheid moet snel betalen en ruimhartig. Hoe staat het daarmee ervoor? Die steunpakketten, ja, we weten natuurlijk dat die best wel goed zijn in Nederland en dat die regelingen heel goed zijn. Zeker ook komt het goed, denk jij? Nou, internationaal vergeleken ook beter, daar gaat het kabinet ook prat op. Maar zoals meneer Vonhoff net ook zei, het geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Het komt niet voor iedereen even goed uit. Ook omdat men natuurlijk heel erg probeerde om deze maanden nog een beetje goed te maken waar het is misgegaan. Je hoort vanuit de Kamer, bijvoorbeeld vanuit de PVV, wel roepen dat er 100% gecompenseerd moet worden. Dat zie ik niet gebeuren. Maar het geeft wel aan dat er wel pijn wordt geleden. Hè. Je kan een vangnet hebben, maar een vangnet vergoedt niet alle ellende en alle pijn. En die pijn zal echt, denk ik, vooral ook bij kleine ondernemers die wel hun vaste lasten hebben en houden van de een op de andere dag dicht moeten. Het zal heel, heel, heel hard aankomen.